Beertube, what up? Het is inmiddels kerstavond. En als er voor mij één dier is wat ik met kerst associeer, dan is het toch wel deze Gouden Carolus Christmas. Voorheen had ik ze meestal als 75 centiliter fles. Ook nu heb ik nog een paar 75 centiliter flessen staan die ik vorig jaar gekocht heb. Maar voor mij is de 75 centiliter in mijn eentje eigenlijk net te veel. Daarvoor is het bier voor mij net te intens. Maar deze 33 centiliter lijkt perfect te zijn. Ik weet echter niet of dit bier nu 1 of 2 jaar heeft gerijpt. Ik weet dat ik de 75 centiliter flessen vorig jaar heb aangeschaft. Maar ik weet niet of ik dat concept voor de 33 centiliter vorig jaar heb ingezet, of het jaar daarvoor. De fles is in ieder geval houdbaar tot 2020. Dus gemakshalve ga ik er dan vanuit dat hij 2 jaar houdbaar is. En dat het bier dus nu een jaartje oud is. Maar dat kan ik niet garanderen. Hij komt in ieder geval langzaam uit het flesje zitten, zoals je misschien wel ziet. Dus ik ga hem ook maar gewoon inschenken. Er zit in ieder geval nog flink wat koolzuur op. Rijkelijk aanwezig. En ook nu weer staat de neus in dit bier mij tegen. Dus of ik ben echt iets gruwelijks verkeerd aan doen, of mijn geurpatronen in het afgelopen jaar, 2, 3, 4, erg aangetast. Of ik heb gewoon echt nooit mijn neus gebruikt bij het bier. Dus we gaan nu de neus er maar echt insteken. Kijken of we daar nog iets kunnen achterhalen. Het is wel die typische gist geur die de overhand heeft. Ook in die Gouden Carolus Triple. Als je die volledig uitschenkt, heb je ook dat hele sterke gistkarakter. Dat heeft hier ook wel de overhand. Of dat dan kenmerk is voor puur die gist, of dat het ook een Gouden Carolus eigen dingetje is. Ik weet bijvoorbeeld dat de Imperial Blonde, zeg maar de QA van de Keizer, de rode variant, een soort gelijke neus heeft. Ook zeker dat het licht boteriger eroverheen. En in de verte, maar dan moet je echt wel eventjes door snuiven. Maar dan ontdek je dat droppige karakter waarom ik dit bier zo roem voor mezelf. Dus ik ga hem ook gewoon proeven. De Gouden Carolus Christmas Ale van 10,5%. Proost. Vele malen minder intens dan dat ik hem mij kon heugen. Maar wanneer die eventjes door de mond heen rolt, begint langzaam dat droppige karakter begint zijn intrede te doen. Iets te kort in de koelkast gezet gehad. Wat voor mij ook wel een dooddoener kan zijn qua smaak. Uiteindelijk komen er meer smaken vrij wanneer naarmate een bier verder opwarmt. Maar vaak zijn dat ook wat, voor mij wat zoetere smaken die mij dan misschien wat minder weten te bekoren. Maar het gistige, waar ik het eerder over had, heeft in ieder geval niet heel sterk overhand. Wel dat licht boterige karakter, dat herken je echt wel wat die Imperial Blonde ook in zich heeft. Maar dat overheerst niet omdat dat dropje eroverheen komt. En nu als ik dit bier verder uitschenk, nou vooral met de onderkant meegewalst, wat het dan nog gaat doen. Kijken hoe ik dat voor elkaar krijg zonder een heel
sterk te laten schuimen. De bodem is in ieder geval zo goed als het droog is. Nog een klein randje aan gistdepot of residu. Nee, de slok wordt niet voller. Dus ik zou bijna gaan denken dat mijn droppige analyse stuk is. Eerder bij die zuurdekwad had ik ook echt een droppige associatie, droppige herinnering aan. Veel vies tegen. Nu heb ik weer zoiets van, ja, het droppige is hier wel. De hint is aanwezig. Maar het is niet dat wat ik zoek. Dat waar ik hem van herken. Om te bewaarcondities zijn gewoon echt bar en bar slecht hier. Dat zou natuurlijk ook kunnen, maar... Dus ik ga zeker nog dit seizoen even kijken of ik een verse op de kop kan tikken. En nu is het... Ik denk wel dat het een mooi bier is om... bij de maaltijd te nuttigen. Maar vooral bij het hoofdgerecht. Stukje vlees. Gewoon dat... Waar een warm karakter overheen kan. In plaats van een dubbeltje, zeg maar. Dat je dit bier neerzet. Hij is licht zoet. Licht droppig. Niet heel plakkerig. Maar wel vol genoeg om gewoon een goede body neer te zetten naast een intens stuk vlees. Waar ik hem eerst... geadviseerd zou hebben voordat je gaat eten. Of misschien daarna. Het is niet echt een dessert, maar gewoon echt tijdens het borrel uit het diner een uur of twee geleden voor het laatst naar binnen geschoven is. Zou ik hem nu, in deze staat zoals hij hier voor me staat, zou ik hem eerder tijdens de maaltijd nuttigen. Nou, ook nu weer een bier wat licht teleurstelt. In dit geval zeker nog wel smaakvol is, maar ook veel minder oud. Dus dat kan er alleszins mee te maken hebben. Ik ben wel benieuwd of er een verse nu bij doet. In dit geval ga ik het daar gewoon ook bij laten. Ik ga jullie uiteraard een fijne feestdagen wensen. Mochten jullie mij niet meer zien, dan ook alvast een gelukkig uiteinde. En zoals altijd zeg ik bedankt voor het kijken. Aito. Tot een volgende video. Proost.